Je zou dan denken, waarom reden jullie dan niet? Hè? Mm. Maar het probleem was natuurlijk dat we dan op restaurant niet mochten drinken. Dus allee, ja, we moeten ergens keuzes maken. Ja, hard. We zijn nog net vandaag toegekomen. Dus. Heb je er een paar bij? Nee, alleen ik heb maar één mee. Ja, ja. Omdat ik heb dit mee voor de quiz. Maar ik heb een doosje uit mijn koffer gehaald op zijn aanraden om straks merchandising te hebben. Ja. Ik heb alleen dit. Wel, ja. Voor de quiz. Ja. Nog kom. Ah, ik dacht dat je iets kon vertellen. Ja, zo. Nee. Als jullie nog op de foto willen, nu 8 uur. Wij starten stipt om 7:45. Ja. Okay. Als jullie hier nog 5 minuten willen blijven, dan die foto. Nee, we zullen nu die foto doen. Naar hier, dus iets, maar, professionele supersterren. Groet, dames en heren, alweer een livestream filmpje van Don Vitaal's geval vloggers. We bevinden ons in de bibliotheek. Dit is niet in reverse, dus ik weet niet of ik helemaal in beeld ben. We bevinden ons in de bibliotheek van Merksem, de Parkbib. Waar we nu al voor de 3e keer, en dan mijn solovoorstelling niet meegerekend, een lezing komen geven. Dit keer over Edgar Allan Poe. Zeg maar, mogen die TL-buislampen mogen nu toch al uit? Hè? Dan zal ik eens meteen vragen of hier de TL-buislampen niet uit kunnen. Kijk, dames en heren, hier is ons publiek. Dat is super tof. Ik zal brengen. Het is keigezellige mensen, dat zien jullie allemaal, sympathieke gezichten. En hier is onze techniekster Lidewa. En ik vraag nu even aan Lidewa, zouden we hier nu al die TL-buislampen uit doen? Ja, ik ga dat Pieter vragen, want die weet waar het ligt. Oh ja, en waar is Pieter? Anders loop ik zelf even naar Pieter. Zo zie je, je moet overal aan denken. Hier onze mooie PowerPoint, Edgar Allan Poe. Daarover vertellen wij alles. Nu is het voor jullie te laat om nog naar hier te komen. Maar je krijgt nog een herkansing. Wij spelen namelijk op 27 oktober ook nog in het culturele centrum van Wilrijk. Dus daar willen jullie bij zijn. Dat is Johan Bruikman. Dat is eigenlijk uniek dat je die in beeld kunt brengen, want die man heeft een heel druk bezet leven. Die is ook heel vaak in Australië. En hier hebben we Jean-Paul van Bendegem. Die heeft de techniekster een hand. Heel erg spannend. Heel erg tof. We hebben wel eens een try-out gedaan van deze lezing. Die ging waanzinnig goed, maar dat maakt het juist nog erger. Want als je heel goed begint, is het moeilijk om daarna de norm om die lat zo hoog te houden. Wij willen dus gerust poseren voor die fotograaf. Ik heb het nu 2 keer gezegd en gezegd ja. Oké. Ik herinner me dat dat... Zijn dat jouw boeken deze? Dat zijn de mijne. Ja, zou ik die hier ook al leggen? Anders, ja, want de mensen behandelen toch al rond. En, ja, okay. Kijk, dat is een nieuwe boek van... Dat daar niet allemaal uit te houden. Jean-Paul, van Johan Bruikman. Ezelsoren. Wat lief? Geen pointer op jou... Jawel, en een hele goeie. Ja, ja. Ik kwam hier toe en dat was al gebeurd. Oh, oké, nou, je moet overal aan denken. Hè. Hoe zit dat met die point? Tom Danois heeft hier gespeeld. Was niet uitverkocht. Wij zijn eigenlijk wel uitverkocht. Toevallig. Dat zeg ik graag. Ja, dat zeg ik graag. Dirk Verhoofd staat in gesprek met Johan Bruikman. Verkrijgbaar in iedere betere boekhandel. Een ongelooflijke Thomas had een punt. Heb ik ook gelezen. Maar ik moet al die boeken van mijn collega's lezen. Dat is vermoeiend. Joh. Die brengen om de 3 maanden een boek uit. Dan moet ik dat altijd lezen, anders zijn ze teleurgesteld. Een hard leven. Hier is de fotograaf voor wie we gaan poseren. Kijk wat een mooi fototoestel. Die man is Etienne. Ik ga nu inleggen, dan kan ik me terug voor de mensheid ter beschikking stellen. Dus we zeggen dan nog voor de laatste keer. Edgar Allan Poe, een lezing. Alles over Edgar Allan Poe. Door Don Vitalski, Jean-Paul van Bendegem en Johan Bruikman, nu hier in Park Bibliotheek Merksem, uitverkochte boel. Is voor jullie te laat om nog te komen, maar jullie kunnen nog op 27 oktober naar Wilrijk komen. Snap ik niet dat hij die boeken op dit mooie affiche heeft gelegd. Want die affiches zijn gratis voor iedereen die fan is. Maar dan zien ze de boeken als ze een affiche willen. Huh? Dat vind ik een rare redenering. Ja, ja, oké. We gaan eindigen met Isabel, die dat hier allemaal altijd mogelijk maakt.